Alweer 4 jaar geleden presenteerden we als college van burgemeester en wethouders onze plannen. En nu is het tijd om de balans op te maken wat we van die ambities behaald hebben. Als ik kijk naar het programma waar ik bestuurlijk verantwoordelijk voor ben, Werk aan de Winkel, zie ik een aantal successen. Met name de samenwerking met ondernemers. Zo zijn we erin geslaagd om ons aanbestedingsbeleid te verhogen. Jaarlijks 15 miljoen kopen we lokaal in. Nou, dat is goed voor de lokale economie. Maar ook het terrein hier op Ezewold is booming. Dit jaar gaan er 22 bedrijven bouwen. En dat is ook goed voor de werkgelegenheid. Een ander voorbeeld is de samenwerking rondom onderwijs. Zo gaat er een mbo-techniek van start. Belangrijk om ook voor de vakmensen in de toekomst hier in deze regio te houden. Ben je benieuwd naar meer resultaten van dit college? Check dan de website steenwijkerland.nl.